Nou, Lisette, want het wordt nog druk bij het UWV. Ja, vanaf vandaag kunnen werkgevers namelijk opnieuw een steunpakket aanvragen. En het UWV verwacht duizenden aanvragen per dag. Ja, het is het derde steunpakket wat nu dus vanaf vandaag aangevraagd kan worden. En het is zo dat dat steunpakket eigenlijk het eerste steunpakket is waarbij de vergoeding lager is dan bij de vorige pakketten. Toen dit pakket bedacht werd, was het idee dat het afbouwen van de steun rond deze tijd wel zou kunnen. Maar we zitten nu natuurlijk midden in die tweede golf en de horeca is nog steeds gewoon dicht. Koninklijke Horeca Nederland wil daarom een aanpassing en ik praat erover met Robert Willemsen. Goedemorgen, meneer Willemsen. Wat voor aanpassing willen jullie precies? Nou, wij willen in ieder geval dat de tweede periode dat we nu volledig zijn dichtgegooid. Dat is nu dat er 100% omzetverlies is, dat we daar 100% voor gecompenseerd worden. En daarnaast willen we dat de pakketten niet afbouwen vanaf 1 januari, zolang er maatregelen zijn waardoor we beperkt open zijn. En als dat nou niet gebeurt, hè, wat zijn dan de gevolgen? Ja, dat is net als de andere keren, dan gaat de horecaondernemer steeds verder onder water. We zijn nu weer voor langere tijd 100% gesloten. Dat zag er eerst uit dat het een korte periode was. Het kabinet doet er veel te lang over om die steunpakketten voor nu aan te passen. Er komt vrijdag een brief aan de Kamer. Maar het is voor veel ondernemers niet meer te doen om dit vanuit eigen vermogen te betalen. Nou, heel goed dat u dat hier nog even duidelijk maakt. Bedankt voor de toelichting, meneer Willemsen. Ja. Graag gedaan. Van het steunpakket wil dus onder meer de Koninklijke Horeca Nederland. Heeft u het idee dat die aanpassing er nog in zit? We hebben voor de horeca extra dingen gedaan toen de tweede golf intrad en we de restaurants en cafés dicht moesten doen. Er zit vanaf 1 januari nu een verzobering in. En in december gaan we kijken of dat verantwoord is. Ja, maar nu zou je ook kunnen zeggen, als je nu zo'n ondernemer bent, dan zou ik het wel fijn vinden om daar nu al duidelijkheid over te krijgen in plaats van pas in december. Ja, er komt natuurlijk heel veel op heel veel mensen af. 1 januari is nog even weg. En ik weet dat mijn collega Koolmees ook samen met zijn collega's echt aan het kijken is. Ook met werkgeversorganisaties, ook met Horeca Nederland en met vakbonden. Wat moeten we doen om ondernemers die het nu zwaar hebben zo goed mogelijk te helpen? Ja. Dan moeten we natuurlijk niet vergeten dat het in Nederland de boel toch wel aardig goed geregeld is. Ja. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de Verenigde Staten, wordt er eigenlijk iets überhaupt geregeld voor ondernemers? Nou, er zijn wat steunmaatregelen, waren er. Alleen moet een nieuw pakket komen en de Democraten en de Republikeinen worden het niet eens over de inhoud van dat pakket. Dus vooralsnog heeft er niemand wat, ook geen loonsteun meer. Nee, dus vooralsnog als we het daarmee vergelijken, dan is gaat het natuurlijk prima best geregeld. Wel heel goed.